En wat een bijzonder boek. Want ik heb even al in wat kopieën mogen kijken. En ik zou eigenlijk willen vragen, is Tante Kempa er ook? Ah, u bent Tante Kempa, ja. Ik heb uw verhaal net in de auto gelezen. U vertelde al, er is zo dadelijk de Van der Leeuw-lezing. En ik moet vanavond, of ik mag vanavond een toespraak houden. Dus daar moest ik ook nog even mee aan de slag. Maar toen las ik uw verhaal, Tante Kempa, en toen gebeurde me eigenlijk een beetje wat u net ook overkwam. Dat je even iets weg moet slikken. Want u vertelt dat u in 1951 hier naartoe kwam. En dat u toen kwam naar het land, zoals u dat noemde, van Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Ja, toen ook al. Hè? Wilhelmina, Juliana, Beatrix. Het moment waarop ik toch even iets weg moest slikken, was dat moment dat u zei, en nog altijd heb ik er verdriet van, heb ik een soort heimwee, ik zeg misschien iets anders dan u het zei, maar dat moet ik me overheen zetten, want dat moet, we moeten ook weer investeren in de toekomst. En er zijn natuurlijk die hele moeilijke jaren in de jaren 70 geweest. U vertelt daar ook over dat u met uw zoon, die ook alweer 60 dacht ik is. Nee, 69 al, ja. U vertelt dat u het er ook met hem over heeft gehad. Ja, die moeilijke jaren liggen gelukkig alweer even achter de rug. En wat goed dat u dat zo zegt, want ik kan mij voorstellen dat dat heimwee altijd blijft, dat verlangen naar je moederland. Maar u bent hier in Hoogkerk terechtgekomen. Dat geldt niet alleen voor u, dat geldt voor al die mensen die destijds naar ons land zijn gekomen. U bent hier welkom en u wilt gelukkig ook investeren weer in dat nieuwe land. Hoe zeer die heimwee dus ook altijd blijft. En ook al kom je dan misschien op een leeftijd dat je denkt, ja. Maar dan toch die wijsheid om te kunnen zeggen van wij moeten toch ook weer naar de toekomst kijken. En wij moeten ook zien dat we op een andere plek zijn terechtgekomen waar we in moeten investeren. Dat heeft mij zeer geraakt en wat dat betreft heb ik het nu al heel erg van het boek kunnen genieten. Ik heb het voorwoord mogen schrijven. Ik heb nog niet het hele boek kunnen lezen, maar één ding staat vast. Dat ik dit weekend tijd zoek om de rest van het boek, dus niet alleen het verhaal van Tante Kempa, de rest van het boek ook te kunnen lezen. Want ik wil graag dat verhaal kennen. Het verbroken verleden, het verhaal van het verbroken verleden. Omdat ik u heel uitdrukkelijk beschouw als mijn mensen ook in deze stad waarvan ik het verhaal moet kennen. En ik vind het fijn dat het u opgeschreven is. En dat we het allemaal, dus niet alleen ik, maar dat we het allemaal nu ook kunnen lezen. Dank u wel voor het feit dat dit boek zo tot stand is gebracht. En ik denk dat het een heel bijzonder moment is waar we ook heel dankbaar voor zijn, moeten zijn. En daarom is het goed, denk ik, dat de dominee dat al even heeft aangegeven, die dankbaarheid ook heeft uitgesproken. En heb ik begrepen, ook nu heel snel een exemplaar van het boek krijgt. Dank u wel, fijn dat ik hier mag zijn. En ik hoop dat u allemaal heel goed mag zijn. Nou, dank u wel, burgemeester, voor uw woord. En reactie op dat boek. Dus na zo'n voorwoord is het eigenlijk wat mij betreft een nawoord. Dan blijft het ook nog eens in de boeken zitten. En inderdaad ook voor de heer Pelletimo vanwege zijn bijdrage. Dus dit boek, Annie, dus met hartelijke dank voor je bijdrage aan dit boek. Ja. En dit geldt ook voor al die geïnterviewd, waarvan een deel hier aanwezig is, om eindelijk het.